helemaal. Wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik Amsterdam in en dan ga ik op zoek naar budget kerstjurkjes en voor oud en nieuw. Dus echt voor de feestdagen. Ik ga zorgen dat alle jurkjes onder de €50 zijn. Dus ben je nou op zoek naar een budget jurkje, blijf dan vooral kijken naar deze video en doe alvast een duimpje omhoog. De eerste jurk heb ik aan. Dit is een lange zwarte jurk. Deze is €50, dus heel duur is dat niet. En ik heb maatje 32 genomen, want 36 was echt veel te wijd. Dus ik denk dat de maten bij River Island heel erg groot uitvallen. Maar ik vind dit echt een hele mooie. Hij zit ook wel heel erg mooi. Met deze strookjes. Zoiets zou ik zelf wel kopen als ik gala heb of zo. Ik vind dit echt heel mooi. Hij zit echt heel mooi. Het ziet er ook best wel chic uit. Het is niet te opzichtig of zo, want dat vind ik meestal ook niet echt mooi. Ja, ik vind het wel mooi. Moet je natuurlijk niet die witte sokken bij denken, maar gewoon eventjes mooie hakken of zo. Oké, dit is jurk 2 van de River Island. Ik vind hem een beetje raar zitten met die strookjes zo. En hij zit echt... Nee, ik vind het echt geen fijn jurk. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Als je eens eventjes zo gaan staan. Ja, zo kun je het veel beter zien. Nee, ik vind het echt, het zit heel raar. Het lijkt net Cruella of zo. Dit is trouwens €45. Maar wel goedkoop. Maar nee, ik vind het er echt niet uitzien. Dit zakt ook heel raar steeds af. Nou, natuurlijk heb ik ook mijn BH-bandjes eronder. Maar nee, ik vind het echt heel erg raar. En het, als je zo doet, dan blijf je ook gewoon... Ja, je kan niet verder, zeg maar. Een soort van elastiek. Elastiek zit erin. Ik weet niet, misschien vinden jullie dit wel leuk. Zet maar even in de comments of je het een leuke jurk vindt of niet. Maar ik voel me een beetje een soort van Cruella eigenlijk. Oké, ik ben nu in de Topshop en achter mij hangen twee hele leuke jurkjes. Namelijk deze. Met sterretjes erin. Ik vind deze heel tof. Deze is €44. En deze vond ik ook heel erg leuk. En die is ook €44. Dus pas mooi binnen het budget. Dus die ga ik even aanpassen. Oké, dit is het jurkje. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg leuk met die sterretjes. Misschien wel een beetje kort. Maar ja, deze schoenen staan er op zich ook wel leuk bij. Alhoewel ik met kerst wel iets chiquers zou doen. Bijvoorbeeld hakken of zo. Dat vind ik wel veel leuker. Maar ja, ik vind het wel heel erg tof. Gaaf jurkje. Vooral omdat er van die sterretjes op zitten. Ik zal het eens even goed inzoomen. Ja, dit soort sterretjes zitten erop. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ja, over dit jurkje ben ik wat te spreken. En hij is ook totaal niet duur. Dus dat is een voordeel. Oké, dit is het tweede jurkje. Deze vind ik niet zo. Het is niet echt mijn stijl, dit. Ik vind hem een beetje, ik weet niet. Ik vind hem heel simpel en niet echt heel erg leuk. Hij zit trouwens wel mooi, maar ik vind het een beetje een soort van, K3 jurkje of zo. Nee, ik vind hem niet leuk. Vooral niet voor kerst. Vind ik deze echt veel leuker. Die zou ik zelf gewoon kopen. Maar nee. Dit is voor mij echt een no-go. Deze vind ik niet leuk. Oké, ik ben nu in de New Yorker. Ik kon helaas niet zo hard praten, want het was echt best wel rustig in de winkel. Maar deze jurk is €19,95. En ja, ik vond het wel heel erg kerstig en leuk. Hij zit trouwens ook mooi. En het is, niet duur natuurlijk, €19,95. Dus deze. Dit was alweer de video. Ik heb verschillende soorten budgetjurkjes gepast voor de feestdagen. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En ik ben ook benieuwd wat jullie van deze jurkjes vinden. Vinden jullie het wat? Staat het mij? En ja, wat voor soort jurkjes zoeken jullie eigenlijk? Ik ben heel erg benieuwd, dus laat het me zeker weten in de comments. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer de volgende keer. Doei!